Op een zonnige dag is het Nassaupark een mooie plek. Veel groen en een speeltuintje voor de kinderen. Maar volgens buurtbewoners verandert dat 's avonds compleet. In het park is de laatste jaren weinig onderhoud gepleegd. En dat trekt hangjongeren aan. En dan wordt er verhandeld. 'S Nachts worden wij er wakker van. We hebben dit aangekaart bij de gemeente. En de gemeente zegt, bankje halen weg. Probleem opgelost. Maar hangjongeren laten zich volgens Van Engelen niet wegjagen door een bankje weg te halen. Verschillende bewoners hebben de groep blowende pubers gevraagd te vertrekken, maar dat werkte juist averechts. Ze werden uitgelachen. En afgelopen 5 mei hebben wij 4 mensen mogen betrappen met poging tot inbraak. Misschien wel een vergeldingsactie voor iemand anders. De gemeente kent de problemen die in de wijk spelen, maar zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er daadwerkelijk gedeeld wordt in het Nassaupark. De politie geeft aan dat het is meer gebruik. Dus er wordt gedeeld op andere plaatsen. En mensen gaan dat in zo'n parkje gaan ze dat consumeren vlak voordat ze naar huis gaan. Lekker in de verborgenheid, ook niet goed te praten. Maar tegen gebruik is veel moeilijker op te treden dan tegen dealen. Volgens de bewoners is er juist een simpele oplossing om de problemen tegen te gaan. Rost alles eruit, maakt er 1 groot grasveld van. Dan willen wij het zelf gaan onderhouden en dan hebben wij een veilige buurt. De gemeente vindt dat erg rigoureus in een park van ruim 30 jaar oud. Beter is het de gemeente of de politie bij overlast te bellen. Het argument van omwonenden dat op telefoontjes niet wordt gereageerd is volgens Woerden onzin. Het verzuchten van er gebeurt toch niks, dat is in Woerden echt niet aan de orde. Als er gebeld wordt en er wordt een signaal gegeven dat er echt iets aan de hand is, dan wordt daar wat mee gedaan. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.